De Stikke Hezelstraat is vanaf vrijdag het decor van de City Splash glijbaan. Vanaf de Grote Markt glijden ruim 4000 mensen in een opblaasband van de mega glijbaan. De winkeliers lijken naar de Giro, alleen niet blij met alweer een attractie in hun straat. Er is overleg geweest met winkeliers, wij en ook met de gemeente. En ja, wij houden ons als professionele organisatie aan alle eisen die worden gesteld door de overheid, door de gemeente in dit geval. We zorgen dat de winkels bereikbaar zijn. We zorgen voor een stukje extra branding van de winkeliersvereniging. Dus ja, we proberen zoveel mogelijk met de winkeliers rekening te houden. Ja, ik zie het als promotie voor Nijmegen. Ik zie het als promotie voor onze prachtige Hezelstraten. En natuurlijk moest iedereen er eventjes aan wennen, want dit is iets unieks. Maar ik denk dat dadelijk iedereen zegt, fantastisch. En zeker als het weer wordt zoals het vandaag is. Op het moment dat je iets organiseert wat niet echt winkelen is, maar een andere activiteit, dan hoop je en dan verwacht je dat mensen ook de straat dan tegenkomen en zien hoe uniek die straat is, wat de mooie winkels er zijn. En dat ze dan de volgende dag of de volgende week terugkomen, omdat ze zeggen, kijk, het was ook wel een ontzettend leuke straat waar dat in plaatsvond. Een ondernemer die niet op camera wilde reageren gaf aan dat een groot deel van de ondernemers tegen de splashbaan is. De voorzitter van de winkeliersvereniging beweert dat die kritiek niet terecht is. Nou, punt 1, omdat ze niet helemaal goed geïnformeerd waren in een vroegtijdig stadium van de organisatiebegin. En dat is nu helemaal anders. Ze zijn allemaal bijgepraat en iedereen weet dat er voldoende ruimte is, dat er geen overlast is. En tenslotte, als je heel veel extra publiek in de straat hebt, dat kan nooit overlast zijn voor winkeliers, toch?